We komen voor jou. Kom eens naar buiten. Kom naar buiten. Hallo. Ik heb een bloemetje voor jou. Nou, wat lief. Dankjewel. Jij bent Marissa Visser? Ja, ik ben Marissa, ja. Ja. En weet je waarom ik hier ben? Voor de boerinnenkleiner ben je. Ja. Op mijn werk nog wel. Ja. Want die staat heel pontificaal op de cover. Nou, ja, dat wist ik zelf nog niet, maar vanaf nu weet ik het. Dus ja, geweldig. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Hier is hij. Moet je eens kijken. Oh jeetje, wat mooi. Oh wauw. Heel mooi. Dat is een heel ander meisje als ik het zo zie. Ja, maar toen kwam ik net van die pizza, dus toen was ik even bruiner. Ja, oh jeetje, Mina. Ja. Hey, vertel eens wat over jezelf, want je werkt dan in het kruidvat, dat weten we nu. Ja. Maar je bent ook een boerinnenmeisje. Ik ben ook een boerinnenmeisje, ja. Ja, naast mijn werk ben ik dus boerinnenmeisje. Ik ben eigenlijk een paardenmeisje. Ik ben sinds mijn 12e al als tweede huis op een boerderij. En daar train ik paarden voor de verkoop. En ik ben sinds kort begonnen als ZZP'er. Als het trainen van paarden om gewoon bij mij op stal te komen, zeg maar. Ik train paarden voor hun en dan gaan ze weer weg. Dus ja, ik ben eigenlijk als tweede huis ben ik op een boerderij te vinden, inderdaad. Ja. Aha. Yes. En nu een nieuwe carrière als model? Ja, ook nog erbij. Dus net promotie gemaakt bij de Kruidvat als filiaalmanager. Dus het gaat allemaal op rolletjes momenteel. Ja, dat is goed.